De mededeling dat de herwaardering voor de leerkrachten pas eind juni 2017 zal worden uitbetaald, heeft kwaad bloed gezet bij de leden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, de FOLS. Deze bekendmaking is vanmorgen door de voorzitter van de FOLS, Marcelino Nerkus, gedaan tijdens een algemene ledenvergadering in het KOB. Een groep leerkrachten verliet daarom boos de vergaderzaal. Na lange tijd zijn er zoveel leden op de been geweest voor een algemene ledenvergadering, zegt Nerkus. Bij de afsluiting van de vergadering heeft hij de overgebleven leden op het hart gedrukt zich niet te laten afleiden door herrieschoppers. Dat heeft gemerkt. Ik heb die signalen ook gehoord. Die groep die dinsdag hier gekomen is, heb ik ook de ontevredenheid aangevoerd en ik kan het begrijpen. Vanuit mijn verantwoordelijkheid heb ik me tot het uiterste ingezet om dit resultaat wat wij vanmorgen konden vernemen via de VP, om het aan hun bekend te maken. Het wachten is natuurlijk op de uitvoering. Ja? Wat de ontevredenheid, ja. Zoveel mensen zijn ontevreden. Binnen het vakbondsgebeuren hebben wij ook hier meegemaakt dat mensen, ook tijdens vorige besturen, ontevreden zijn. Maar uiteindelijk denk ik wanneer zaken zijn beslag zullen krijgen, dat mensen dus weer, denk ik, zullen herstellen, om het zo te formuleren. Nerkus zegt verder dat hij klachten heeft gehad van een aantal leerkrachten. Zij geven aan dat ze in plaats van een verhoging juist een achteruitgang in salaris hebben opgemerkt. Nerkus zegt dat de volgende stap van de FOLS is dat de leerkrachten alvorens te klagen moeten nagaan wat de inhoudingen zijn op hun bezoldiging. Aandacht gebracht en die leerkrachten hebben de gelegenheid om met de herenstraat te gaan met de loonslip, zodat men dus kan nagaan of je een fout werkelijk hebt. Of er geen fouten zijn gemaakt. Dat moeten we ook realiseren. Want ik heb een opmerking gemaakt. En het is het moment dat je heel veel schulden hebt. En ik zeg dat. Dan ga je heel andere netto uitslag zien. Ja. Dan ga je heel andere netto uitslag zien. Dan iemand die gewoon zo'n normale inhoudingen heeft. Ja? Maar ze hebben de ruimte om naar de Herenstraat te gaan. Zodat men kan nagaan van luisteren. Is van mij correct? Of is van mij niet correct. Dingen die correct zijn is afgesproken dat die worden meegenomen naar eind juni. Dat wordt gecorrigeerd. Marcelino Nerkust van de FOLS heeft vanmorgen een ALV gehouden in het KOB om over de herwaardering van de leerkrachten te praten. Tijdens deze vergadering zijn leerkrachten boos uit de vergaderzaal gelopen na de mededeling dat deze herwaardering pas eind juni 2017 uitbetaald zal worden.